is het Doosjes Woensdag, of eigenlijk is het Doosjes Week deze week met het Facebook Live. En dit is het doosje wat ik vandaag ga maken. Dat was ook te zien in een blogbericht van afgelopen week. En eigenlijk heb ik hem een beetje verkeerd om, want ik heb de tekst verkeerd omgeplakt. Want je doet hem normaal gesproken zo. Dan moet ik even kijken welke kant los is. Deze, als ik het wel heb. Die is geplakt, ja. Deze kant is los. En daar kun je een heel stel chocolaatjes of iets anders in kwijt. En natuurlijk kun je de maat veranderen als je een andere maat chocolaatjes hebt. Maar voor nu houden we het even op deze maten. Dit is een beetje de template wat ik heb liggen. En wat heb je nodig? Ik ga hem nog een keer helemaal snijden. Uit het blauw. Het mooie Misty Moonlight. En je hebt nodig een stukje kaartkarton van 13 bij 21 centimeter. Nou, dat is 13 aan deze kant. En 21, een A4 is altijd 21 centimeter breed. Onze A4 is in ieder geval. En dan gaan we rillen. Aan de korte kant, met de korte kant boven dus, op 3, op 6, op 9 en op 12 centimeter. Dan draai je hem een kwartslag met de 1 centimeter kant naar boven toe. En daar ril je hem op 4 centimeter. Dan draai je hem 180 graden. Ja, 180. En die ril je op 3 centimeter. Dan heb je al een heel groot deel van je doosje af. Dat zal ik even laten zien. Er moet er nog aardig wat vanaf. Alle blauwe delen die er nu nog onderuit steken, die moeten nog tussenuit. En dat gaan we dan ook even doen. En dat doen we gewoon met de schaar. Ik vergeet, die doe ik straks wel even rillen. Want je moet nog één rilletje zetten zometeen. Dit knip je in. En hier knip je hem ietsje schuin in. Dit deel knip je helemaal weg. Kijk maar, knip je helemaal weg. Zorg dat je ietsje aan de binnenkant van je vouwlijn knipt. Van het deel wat blijft staan. Die knip je ook in. Tot daar. Ik ben net te kort ingeknipt. Ja. En die knip je in. En die gaan we zo meteen doen. Deze twee. Of nee, dat kan ik wel gelijk even doen. Dit klap ik even weg. Dat deel. Dat die twee buitenste delen. Die ga ik even afhakken op 1,5 centimeter. En die kan je hier uitmeten. Hakketje erop. Kun je ook met je snijmes doen. Deze zijn 1,5 centimeter vanaf de vouwlijn. Maar dit gaat het snelst en dan knip je ze nog even schuin. Iets schuin in. Aan beide kanten. Niet veel. Zo. En dan gaan we de bovenkant ook doen. Dit gaat ook helemaal weg. Dat zijstukje. Die knippen we in. En deze knippen we in. En dit deel, zoals je ziet, mag helemaal weg. Dit stuk.
Die knippen we nog even in. Zo. En hier laten we 2,5 centimeter op staan. En dat ga ik op dezelfde manier doen. Met het hakkertje. 2,5 centimeter. Even kijken of ik hem goed heb gedaan. Ja. En hup. Dan is het in één keer weg. En je hebt gelijk mooie rechte lijnen. Dat zou je ook met je trimmer kunnen proberen. Dit knip ik nog ietsje schuin weg. Niet veel. Die was al schuin ingeknipt. En deze mag ook nog wel wat van weg. Zo. Dan heb ik nog één keer de riller nodig. En die leg je aan op 1 centimeter. Nou is het aan die kant gewoon slecht te zien of je op 1 centimeter zit. Dus ik schuif hem even naar onder toe. Maar waarschijnlijk kunnen jullie hem dan net niet zien. Oh, wacht maar. Dat kan ik natuurlijk ook zo doen. Hup, op 1 centimeter. En daar gaat de riller nog even overheen. Dan is die ook klaar. Dan vouw ik ze nog één keertje weg. Rond ik de hoekjes even af met de pons. Gewoon dat ik dat wat netter vind. Zo. Hup. Het afval een beetje weg. En dan mag die aangekleed worden. Want een doosje wordt altijd aangekleed. Dat gaan we doen met een van de Harvest Meadow papieren. En ik was van plan om hem met Bumblebee te doen. Maar ik vind deze eigenlijk ook wel heel mooi erbij. Dat oranje. Ik ga deze pakken. Ik combineer het ook wel mooi met het blauw. En dan heb ik 4 strookjes nodig van 2,5 bij 13 centimeter. Dan snij ik hier eerst even een strook van 2,5 af. Dan denk ik dat ik er nog eentje nodig heb zo. Ik heb 4 strookjes van 13 nodig. En dit is 30,5. En dan heb ik nog zo'n strook nodig. Dit kan ik wegleggen. En nog een keer 13. Die even niet meer nodig. En deze gaan we gewoon op het doosje plakken. Hoppatee. Even de lijn erbij. Die plakken we gewoon eventjes met Tombow op. En plak dat, die strookjes er maar op voordat je het doosje in elkaar gaat zetten. Want dat plakt gewoon het makkelijkst. Dat simpel het is. En ik denk dat ik met die 13 niet goed zit. Dat dat 13,5 moet zijn. Alhoewel, nee. Zo. Nummer 3. En nummer 4. Nou denk ik dat mijn afbreekblok hier... Ja, welke melding ging er? Zo. Vergeet er helemaal bij te vertellen. Je, op dat 1 centimeter randje is je plakrandje. En daar plak je een stukje tape op. En dan ga je eerst even alle vouwlijnen natrekken. En ik geloof niet dat ik hier een vouwbeen heb liggen. Dus die ga ik er even bij pakken. Dan maak je je randen mooi scherp. En dan is het
Zo. Die plak ik de duvel ook even na. Deze vouwen we even na. En dit zijn echt super handige doosjes om een klein cadeautje in weg te geven. En je kunt ze mooi aanpassen aan de maten die jij hebt liggen aan materiaal wat je weg zou kunnen geven. En aangezien we richting de feestdagen gaan, richting Halloween, richting Sint Maarten, want hier vieren wij gewoon nog Sint Maarten, is het gewoon hartstikke leuk om een aantal modelletjes te hebben die je als tractatieboxje straks weg kan geven. Zo, dan hebben we, dit wordt de bovenkant, dit wordt de onderkant. Die onderkant klap je eerst even die twee flapjes naar binnen. Dan kijk je even goed wat de voorkant wordt. Dit wordt de voorkant, want zo sluit straks de box. En dit wordt je sluitrandje. Hier smeer ik gewoon wat Tombow op. En dan heb je je box gewoon al dicht zitten. Wil je hem extra aandrukken? Gewoon even met vouwbeen erin. En deze vouw je gewoon dicht. Dan zit hij al dicht. En natuurlijk moet er wat meer op. Nu heb je deze leuke labels. Helaas niet met herfstblaadjes. Even kijken waar ik ze... Hier heb ik ze liggen. Ik heb ze met pompoenen. Ik heb ze met kerststerren. Dit is voor de met kerstballen zijn dat sneeuwsterren en een slee. Maar er zitten wel superleuke blaadjes ook in deze set. En we hebben die nog. Dan ga ik hier gewoon wat blaadjes op plakken zo. En een hele mooie tekst uit deze stempelset Pretty Pumpkins. If we were friends, I'd pick you. If friends were like pumpkins, I'd pick you. Ik moet het natuurlijk wel goed zeggen. Dan pak ik een stukje wit. Dan ga ik eerst die tekst even opstempelen. En de blaadjes, denk ik dat ik die gewoon even in dat kleurtje doe. Of zal ik die gewoon in groen doen? Ja, die gaan gewoon in het groen. Die stempel ik in het Misty Moonlight. En dan pakken we hier gewoon een mooie label op ons voor. En dat kunnen we allemaal met het kleine stansmachientje uitstansen. Mooi schrift ook dit. Echt super gaaf. Daar pak ik een van de labelstans voor. Ik denk dat deze groot genoeg is. Yes! Die halen we er ook even doorheen. Dan snijden we die. Past net niet, hè? Zal je zien. Hoppata. Dan pakken we even het kleine stansmachientje erbij. Erop. Die eromheen. Of zal ik hem zo doen? Zo doe ik hem. Ja. Deze pakken we eerst. En dan doe ik nog wat blaadjes uit stansbed. De bladstans uit Giving Gift Dies. In het groen. Die pak ik er ook even bij. Daar is die. Ik durf niet hard te schudden. Mooi. En hoe gedetailleerd. Prachtig, toch?
onthouden, de Giving Gifts. Ik ga hem zo meteen nog een keer gebruiken. Want het andere doosje moet natuurlijk ook even leuk aangekleed worden. Deze gaan we eerst afmaken met... waar zal ik hem mee vastzetten? Ik heb geen blauw lint, jammer. Ik zit te denken aan deze. Die vind ik ook wel leuk. Zo. Ja. Die is wel gaaf hiervoor. Het is net spinnerig. Die haal ik hier gewoon even door dat gaatje heen. Die binden we gewoon om het doosje. Op het doosje, om het doosje. Kijken waar mijn voorkantjes. Dat is wel zo handig. Die is hier. Ja. Hij sluit goed. Want ik moet echt zoeken naar de voorkant. En dan gaan we strikken. Oh. Ook ik. Miranda. Die kant is net iets te kort. Zo, dit is echt super mooi lint. Hè? Echt net spinnerig. Ik vind hem geweldig. Zo, die zit. Nou, dan doen we er nog wat bladwerk bij natuurlijk. En eigenlijk zouden er nog pompoentjes bij moeten. Vind je niet? Eigenlijk wel. Zal ik eens kijken of ik ze kan vinden? In de gauwigheid. Zal ik het gewoon laten? Zo. Oeh. Handig. Die kunnen hier nog onder op het doosje. Eens kijken of ik even. Nou, heb ik echt zitten knoeien met de lijm. Jammer. Dan ga ik die andere. Een klein beetje Halloween-achtig aankleden. Die ik net als model had liggen, zeg maar. Als malletje. Zelfde maten. Exact hetzelfde gedaan als bij die eerste. Dus ik moet eventjes alles nog navouwen. Alle vouwlijnen even navouwen. En ik doe dat altijd met een vouwbeen. Ik doe het ook bij mijn kaarten meestal wel. Dit is al redelijk gevouwen natuurlijk. Dat ook. Dan gaat hier weer op de plakrandje een strookje met tear and tape. Want dat is lekker sterk. Dan heb ik uit het pumpkinpapier vier leuke strookjes geknipt. Gesneden. Met de pumpkins. Halloween papier is het eigenlijk. Ik zal hem er zo even helemaal bij pakken, die kit. Die is echt ook super leuk papier. En omdat oktober mijn herfst Halloween maand is, zul je van deze maand dit papier echt vaker terug zien komen. Zowel deze als die ik net gebruikte. En ook zal af en toe echt wel stiekem wat kerst tussendoor gaan sluipen. Want ja, uiteindelijk gaan we ook richting de kerstkaarten. En wie weet, laat ik wat sneak peek zien van wat we gaan doen op de workshopdag op 6 november. Ik heb nog wat plaatsjes vrij voor die workshopdag. Voor 55 euro heb je een compleet verzorgde dag en we gaan echt leuke dingen maken. En een gratis verloting met mooie prijzen. Dus iedereen die zich opgeeft krijgt een loodje en... halverwege de dag ergens zullen we de verloting doen. Kijk, die zit bijna in elkaar. Die weer. Nou kun je hem ook gewoon zo plakken. Hè? Maar ik heb dan altijd dat die net over die vouwrand heen valt. En dat vind ik zo lelijk. Dus... nou, valt deze toevallig heel erg goed.
Nou, je wilt hetzelfde verhaal als net. Die naar binnen, die naar binnen. De achterste naar voren. En de voorste gaat naar achteren met een beetje lijm erop. Zetten we hem even rechtop. Vouw hem dicht. Ho, niet te hard drukken. En hij zit zo goed vast dat hij er gelijk in zit. Zo. En daar gaan we even. En dan pak ik de. Je kunt deze gebruiken. Dan ga ik even die pompoenenstals voor pakken. Die hierin zat. Deze. En dan moet ik eventjes de bijpassende stans uit. Deze passen zowel in de rectangles als in de telemetex. Nou ga ik weer de telemetex gebruiken. En ook de grote passen in een van de stansen. Ik zal het gelijk even laten zien ook. Kijk. Die past hierin. Of in deze. Want ze passen in allebei natuurlijk. Hier heeft hij zelfs iets meer ruimte. En die kleintjes passen in deze twee maatjes. En ook in de rectangles zitten deze maten. Dus daar zou je ze ook kunnen gebruiken. Even mijn stansjes terug doen. Ik ga voor deze de vierkanten gebruiken. Oh, en ze passen allemaal lekker in dat kleine stansmachientje. Dat is ook wel prettig. Ik ga hem uitstansen met oranje. Oftewel, pumpkin pie. Moet ik even een strookje afsnijden. Nee, daar heb ik ook de grote voor nodig. Hoppata. Een stukje van een centimeter of 3-4 nodig, denk ik. Zo. Die past. Daar doe je de stans, de grote stans. Je legt de pompoenenstans erin. En het is maar net waar je de opening wil hebben. Ik hou hem nu aan de bovenkant, die opening. Ligt hij een beetje recht? Ik ben niet zo gauw tevreden hoor. Zo, dat is goed. Die leggen we even apart. Zo vervelend dat je onderblad mee gaat schuiven. Die ligt namelijk niet vast bij mij. Zo. Even klein eentje opzij zetten. Dan halen we hem er hier uit. Even al die kleine stukjes eruit. Dit zijn nou echt leuke labeltjes om aan cadeautjes te doen. Eruit. En dan ga ik hier met dezelfde label ga ik even een zwarte label uitstansen. Dus de grote dichte label. Deze heb ik niet meer nodig. Dat ook niet. En ik had een stukje zwart gepakt. Ja, hier ligt hij. Zo. Die doe ik even iets schuin erop leggen. Omdat dat gewoon beter is voor mijn plaat en voor mijn machientje. Die draai je erdoor. Zo, moet je kijken hoe mooi dat oranje erop uitkomt. Hier gaat gewoon even een, ik denk gewoon goud, een gouden lintje, een gouden taartje.
heb hier nog een kapot schaartje liggen ergens. Ja, hier. Dit is het schaartje wat ik op de grond heb laten vallen. En dat is een van de punten. Deze punt is krom, hier zo. Die gebruik ik nu om de lintjes te knippen. Ik heb een mooi scherp schaartje voor de lintjes. Ik heb hem ook even goed gewerkt. Zo doet hij toch nog dienst, hè? Dan hoef je hem niet gelijk weg te gooien. Nou, dit gaat hier omheen. Nou, er zit wel een heel lang touwtje dit keer. Oké, we doen hem even dubbel. Normaal gesproken zou ik er niet zo lang touwtje aan doen. Maar voor nu is het niet zo heel erg. Even een stukje naar boven toe jij. Dan heb ik met de pons die bij de stempelset zat. Dat is die Cute Halloween pons. Kun je die kat en het pompoentje komen uit het papiertje. Die kun je hier uit het designpapier stansen. Ponzen, moet ik goed zeggen. De kat doe ik, denk hier nog even opzetten. Als extraatje. Het pompoentje gebruiken we ergens anders voor. Dan moet daar natuurlijk ook toch wel even een tekstje op nog. Hè? Ik doe de boe op. Boe. Ik heb hem dus nog niet gebruikt. Hij is nog helemaal nagelnieuw. Hey boe. Te leuk. En ik weet gewoon dat de kindjes hier, ik doe het echt, vorig jaar is hier geen Sint Maarten gelopen. Maar ik doe het eigenlijk ieder jaar wel. Als ze lopen, dan gaat er echt wel iets Halloween-achtigs op. En niet eng. Want het is niet de bedoeling dat ze bang worden. Yeah. Nou, die doen we gewoon eventjes vierkant afsnijden. Voor de snelheid. Zo. Een paar dimensionals eronder en die kan mooi hier. Ik heb geen kleintjes voor handen, dus ik doe het even met de grote. Ja, hoor. Hey boe. Hoe leuk is dat als je zo'n tractatie krijgt? Is toch geweldig? Dat was doosje 2. Dit was nummer 1 en dit was de versie van de blog op. 3 keer anders aangekleed, 3 keer hetzelfde doosje. Het tweede doosje van deze week. Een niet plakken doosje vandaag. Dit is het doosje wat voor degenen die op mijn blog gekeken hebben van de week. Dit is het doosje wat ik van de week heb laten zien. Vorige week een vrijdag was dat, die blog op. En ik heb van de week de blog op pas online gezet. Een kerstversie. Omdat we toen in een bepaald kleurenthema moesten werken. En we gaan gewoon beginnen. Ik pak even een vol vel erbij. En mijn trimmer. En dan gaan we hem eerst op maat snijden. En dat heb je 26 bij 19 centimeter nodig. Dus dan gaan we naar de 26 centimeter. Dus je hebt bijna een vol A4 vel nodig. Bij 19. En dan ga ik rillen aan deze kant met de korte kant boven op 3 centimeter.
En hier heb je ook een 3 centimeter aanslag. Dan heb je hem helemaal tegen die bovenkant aan liggen. Het is prettiger als dat je hem omdraait. Dus ik draai hem ook nog een keer helemaal om, 180 graden. En dan doe ik hem nog een keer op 3 centimeter. En nu ga ik hem doorschuiven. Hier doe ik hem op 5,5. En dan doe ik hem weer 180 draaien en aan die kant ook op 5,5. Ik vind dat het fijnste werk, omdat je dan toch je rillijnen iets gelijker hebt als dat je hem helemaal in één keer doorschuift. Dan gaan we hem een kwartslag draaien. Hij komt helemaal naar die kant, 9 centimeter. We beginnen bij de 9. Die gaat even aan de kant. 9. 2,5 erbij, dus 11,5. Ietsje schuiven. Dan gaan we naar 20,5. En nog een keer 2,5 erbij. Dus naar 23. En dan gaan we beginnen met wegknippen. Die kan even weg. Ik ga denk ik ook alles gewoon even knippen. Omdat dat gewoon prettiger. Kijk. Hier hebben we het volle vel. Hier hebben we de basis liggen. Dus ik ga gelijk eventjes een kruis zetten in wat weg moet. Dit gaat weg, dit gaat weg, dit gaat weg. Die, die en die. Hier gaat een deel van weg, hier gaat een deel en die en die. Dus dat mag je allemaal weg gaan knippen, CQ snijden. Dan gaan we eerst hier knippen. Dit gaat helemaal weg. Die gaat tot aan de vouwlijn, want dit flapje blijft staan. Maar je mag hem wel helemaal inknippen tot aan de tweede rillijn. Dit knippen we dan helemaal weg. En dit knip je nog weg. Kijk. Dan heb je die ene flap nog over. Daar knip je ietsje een randje van af. Niet te veel, gewoon een klein randje. En dan de andere kant ook. Aan die kant hetzelfde. Dan mag je hem hier ook in knippen. En die knippen we ook in tot aan de eerste rillijn. Oh, ik ben vergeten mijn camera onder stroom te zetten. Dat ga ik eerst even doen, want anders ben ik hem zo kwijt. Ik dacht dat ik hem wel had gedaan, maar die ben ik dus vergeten. Want ik zie hem iedere keer wegspringen. Ik denk, oh, wacht even. Geen stroom erop. Zo, nu wel. En dan kun je dit knippen of je kunt snijden. Ik pak daar toch nog even het snijapparaat voor, want het is een best wel lange lijn die je weg moet halen. En dat doe ik liever met het snijapparaat. Als met... En ik heb hem natuurlijk al ingeknipt, dus als het goed is, stopt hij nu op tijd. Ik
had hem niet. Ja, oh. Ik heb hem niet ver genoeg ingesneden. Nou, dan knippen we dat toch maar even weg. Zo, huppeta. Hier is die ook ingeknipt. Dus dan kan ik precies zien waar ik snijden moet. Dat doe ik even vanaf de andere kant. Op drie, hè. Zo. Hoppeta. En dan is die ook weg. Dan heb je eigenlijk de hele basis al klaar. Op deze twee kleine schuine lijntjes na. Nou, die ga ik eventjes met de liniaal en een rilpen doen. Dus dan pak ik de rilpen er even bij. Ja. De liniaal. En die doe je schuin. Dus vanaf de buitenste hoek, dus waar niks zit, tot aan die hoek ril je hem schuin in. En ik heb hier een dik blok onder liggen, dus dat gaat wel goed. En anders kun je er gewoon even je stempelmatje onder doen. Dat wil ook wel. En dat doe je aan de andere kant precies tegengesteld, dat lijntje. We hebben eigenlijk het boxje al zo goed als klaar. Dan pak ik nog even de afrondpons erbij. Daar pak ik even die triopons voor. Mooi die hoekjes allemaal afronden van die in zicht blijven. Ten eerste steek je hem dan straks makkelijk in elkaar. En het is gewoon een fraaie gezicht. Ik vind het er altijd net wat mooier en gelikter uitzien als dat gedaan is. Zo. Die. En. Die. En dan hebben we hier nog drie hoekjes of twee hoekjes af te ronden. En dan is dit boxje verder vouwklaar. Want dat is het enige wat we hoeven te doen. Dit is de basis. En dan gaan we hem in elkaar vouwen. Even al je rillijnen natrekken met een vouwbeen. Zodat ze lekker scherp worden er. Deze kant. Deze nog. Nou, die zijn wel goed. En dan gaan we die schuin er voorzichtig in maken. Even gewoon. Heel voorzichtig ze mee laten buigen. Dan komen ze wel. Ja. Hierheen. En hier heb ik de andere. En dan is de kwestie van doosje in elkaar zetten. Dus dan ga je je vouwt op dubbel. Die druk je naar binnen. Dus die twee schuine kantjes druk je naar binnen. Deze sla je eroverheen. Je schuift de klep hierin. En je hebt een doosje. Zo simpel gaat dat. En dit zijn natuurlijk hele handige doosjes om klaar te leggen. Als jij een heleboel moet maken, kun je er gewoon een heleboel klaarmaken. En dan vouw je ze gewoon allemaal achter elkaar in elkaar. Dat doen we met deze ook even. En ik zal ook even... Want kijk. Negen monsje rietjes passen erin. Dit is een kerstboxje. Daar heb ik de kersenbonbons in. Nou zou ik in deze het liefst de hazelnootbonbons doen. Maar die kon ik niet vinden. Daar ga ik nog even naar op zoek. Dat komt wel goed. En dit wordt de Halloween versie. Want die hebben we paars gemaakt. En dan is de kwestie van ze allebei nog even aankleden. Een beetje opleuken. Nou zat ik te denken, is het misschien ook wel leuk om die basis te stempelen. Dus ik haal hem nog even uit elkaar. Ik pak de grote pompoenstempel erbij. Die komt uit de Pretty Pumpkins. En die ga ik eventjes gewoon random in dezelfde kleur
over dat boxje heen stempelen. Een grote pompoen, helemaal versierd met blaadjes. En ik beïnkt hem iedere keer omdat ik er net af ga. En dan krijg je hier een hele rare rand in je stempel. Ik vind het er wel gezellig uitzien zo. Ik ga hem straks nog verder aankleden. Er komt nog veel meer op. Die ga ik even draaien. Zo, hier nog. Hier aan de zijkant nog. 1 of 2. Ik doe jou even naar achteren om te draaien. Iets. Zo. Dan stop ik met stempelen. Vind ik wel genoeg zo. Nu heb ik bij deze maar één matje gedaan. Echt alleen met designpapier. Ik ga deze dubbel matten. Met designpapier en met... zo. En met een stukje kaartkarton. In een afwijkende kleur van deze. Hier heb ik het mooie Harvest Halloween designpapier voor gekozen. Ik ga het er even bij pakken. Ik heb een Bubblebee matje. Ga ik eerst... Dat matje is 9,5 bij 8,5, dacht ik. Nee, ik lieg. 8,5 bij 7,5. Dit is 9 bij 8. Deze is, om maar een klein randje te laten zien... 7,7 bij 8,7. Ik zie dat hij andersom moet. Deze komt uit... die Harvest. Oh, waarom onthoud ik die naam van dat designpapier niet? Ik heb de stempelset niet. Ik denk dat dat het is. Die plak ik op die mat. Ik heb de pompoen al gestempeld en gekleurd. Die moet alleen nog uitgestanst worden. Die komen hierop. En die blaadjes twijfel ik nog aan, want ik denk dat de pompoen genoeg is. En dan moet er zo meteen nog even een tekst bij. En dus, en deze passen precies om die drie pompoenen heen. Nou, dat past mooi op het kleine stansmachientje. Dus dan kan je gewoon lekker even hier onderdoor. Die pakken we daar even bij. Moet natuurlijk wel een bovenplaat hebben. En draai hem aan. En die staat toch echt niet hier tegenaan, dus ik snap er niks van. Kijk. Hoe mooi die muitstanst. Echt perfect. Daar word ik zo blij. Daar kan ik nou echt blij van worden, hè, als dat goed gaat. Want we hebben ook dat mooie lint nog. Maar ik denk dat dat te veel wordt. Dit lint. Natuurlijk prachtig lint. Dat er ook heel mooi bij past. Maar ik wil er nog een tekst onder hebben. Nee, ga ik niet doen. Ik ga dat lint er niet bij doen. Vind ik zonde van het lint. Een tekst. Ik denk dat ik een tekst neem uit The Cutest Halloween, Treat Yourself. Heb ik de goede? Yes.
Die stempel ik gewoon even op wit, op een stukje wit kaartkarton. Met in het Cajun Craze. Zo. En die kan gewoon even op 1 centimeter. Die hakken we gewoon even. Wel netjes ernaast. Zo. Yes. Best tevreden ermee. Maar nou moet ik die ene stempel nog vinden. Deze kan gewoon hier overheen. Ja, yeah, ga ik doen. Dimensionals eronder. Oh, wacht. Ik kan er wel even een randje onder zetten. Hoppata. En dan wil ik dat ene takje nog hebben. Hier is die doe ik gewoon even op wit. Met memento. Dan zal ik gelijk even laten zien hoe ik de pompoen heb gekleurd. Want deze kan gewoon in dezelfde kleurtjes. Ik gebruik de peel papaya. En het Granny Apple Green. En met de marker doe ik even die hele dunne lijntjes. Ik kleur hem in met... wel de goede hebben. Met lichtgroen. En ik doe alles met de dunne of met de harde punten eigenlijk van de lens. En dan maak ik dat bloemetje nog eventjes oranje met de peel papaya. En dan begin ik met de lichte. En dan zet ik er even wat donkere accentjes omheen. Ook met de harde punt. En dat heb ik eigenlijk ook zo gedaan bij de pompoenen. Exact hetzelfde. Hier wil ik nog wat donkers in hebben van het groen. En ook hier hebben we een stansje voor. Dus die kan even snel uitgestanst worden. Plak deze zoiets hier nog overheen. Dan is dat het rechterrandje van Treat Yourself afgedekt. Zo. Die komt zo. En dan kunnen we die blaadjes... Ja, eigenlijk moet ik ze even met mijn matje doen, maar ik doe het even zo.
dat gaat toch sneller. Zo. Blijf jij even liggen. Wees eens braaf. Zo, nog wat herrie. Het mag best wat over het doosje heen steken, toch? Dat is toch niet erg. Hier nog op. Daar knip ik gewoon even het steeltje vanaf. Ik wil hem er echt achter hebben. Zo. Die vast. Nou, hier grote dimensionals onder. Allee. En dat is de herfstbox. Dan pakken we natuurlijk ook nog eventjes die Halloweenbox. Daar heb ik ook nog wat een en ander voor klaargelegd. En dat ligt hier. Ik vergeet wat. Ik wil een steentje. Ik wil er nog wat steentjes bij hebben. Van die mooie brushed metallic dots. Als ik hem open kan krijgen. Ja. Die zijn natuurlijk te leuk. Ik doe lekker die koperen. Die vind ik wel mooi. Hierheen. Daarheen. Altijd drie, hè? Kijk. Ik zeg leuk. Dan pakken we de Fried Follicute. Ik had van de week beloofd dat ik dat papier nog even zou laten zien. Dit zijn de 8 verschillende zijn het volgens mij. Ja, dit zijn ze alle 8. En dit zijn alle 8 achterkanten. Allemaal zwart-wit. Super leuk papier. Ik ben normaal gesproken helemaal niet van de Halloween. Maar ik moet zeggen dat ik hem van het jaar erg leuk vind. Daar hadden we die paarse box voor. Ik heb daar in dezelfde mate een matje voor. 8,5 bij 7,5. 7,7 bij 8,7. Die plakken we gelijk even vast. Dit is allemaal al gesneden en gestempeld hoor. Dus hier, dit gaat sneller. Het is dus een achterkantje van een van die designpapiertjes. Dan hebben we de maan. Die komt op de mat. Die maan komt uit de stempelset Fried Follicute. Dat is deze stempelset. En de stansen horen daar allemaal bij die ik gebruikt heb. Het, ja, alles hoort daar, alles komt uit die set. Nu ga ik wel eventjes mijn plakmatje erbij pakken. Want dat vind ik toch prettiger werken. Dat spinnenweb, daar hoeft maar een heel dun laagje lijm op eigenlijk. Dus ik doe hier een dotje lijm. Ik pak mijn sponsje. Ik dep hem in de lijm. En dan gewoon even achter op dat web wat lijm sponsen. En dan ben ik... Hier ligt hij. Waar zijn we? Mijn pincet moet ergens liggen. Het pincet. En die plak je hier overheen. Ik heb overigens het spinnenweb uitgestanst uit een in color, uit die ombre in color, dat glitterpapier. Vind je in de jaarcatalogus. En ik vind hem hier wel heel erg leuk bij. Deze gaan we ietsje verhogen. Met, nou ja, maar even grote dimensionals denk ik. Die plak ik er als matje overheen.
komt het uiltje ook op. Alles komt uit die stansen en stempelset die bij de Fruitfully Cute hoort. En dan heb ik ook dezelfde tekst maar genomen. Gewoon omdat die zo leuk is. Die zetten we hier dwars overheen. En dan een lintje erom. Gewoon omdat het kan. Zelfs die hoort bij die bundel. Nee, die hoort bij de Cute Halloween trouwens. Stukje erin. Zo. Iets kleiner maken. Ik had iets ruim lint gepakt, zou ik maar zeggen. Kom eens terug. Yes. Zo. Niet zo'n grote strik hoor. Het is groot genoeg. En ook hier dimensionals achterop. Dan zet ik het lint gelijk eventjes mee vast. In het midden een lintje. In het midden een dimensional lintje. Hoort mij. En dan die beschermlaagjes eraf. Het is gewoon even stevig in die dimensional prikken. Dan zit hij ook gelijk vast. En je pakt hem zo mee. Met je prikpen. Even goed kijken. Ik kom plak wat. Ik wil hem wel recht hebben. Zo. Ook die is klaar. Een herfstboxje. Een Halloween. En een kerst. En dan is het nog even de goede bonbon scoren. Om erin te stoppen. En dan zijn ze klaar. Dit zijn ze alle drie. Ik zeg, probeer ze na te maken. Heel veel plezier met maken als je dat gaat doen. Ik ga jullie allemaal een heel fijn weekend wensen. En tot een volgende keer. Doei doei!